De treurwilg bij het station van de Westerreen doet zijn namen eroen. Naar hun wien aanroene vreed brut zijn grut deel van de toekomst aan. Die kwam om een famke te lonen, dat krijgt Delfietste. Het is de gemeente die het verantwoordelijk is voor onderhoud van BM en Iepenbieren Dijk. Maar wist de wethouder dat de BM in ministeriet wie? We doen één keer in de PR hier onderzoek naar de staat van al onze BM'en die langs de Iepenbieren Dijk stienen. Deze BM had onderdeel west van de inspectie. Daar kwamen wel onderhoudsmaatregelen uit, maar net urgent. Dus hij stond in de planning. En ja, ondertussen is dit er gebeurd. Het onderhoud kwam voor deze BM dus te laat. En dat docht Westerreenkenner Jan Bergsma zeer. Want de beeldbepalende BM zit er al meer dan 100 jaar. Hij waat in Joortje Zoon, planten, terug onderwijzer en politicus Kein Besekema. Kein Besekema hier achter een rode fabriek oprichten. Dat hier dienen om de werkloze bestrijders om werk te helpen en vak te leren. Van die twijgjes, die broekten voor het inbinden van het rood aan, van de rode stwol en de tafeltjes die er maken. Dus die weer heel belangrijk. Hierachter hier direct nog een skiereilandje en daar staan ook al die wielige bjemkes op. Die houden kwart, maar deze recht uit de gluten kwam. Ja, dan vind ik dat jammer, want het jet biedt de warp. Dus ik hoop dat ze een paar twijgjes houden gaan, dat hier weer planten wordt. In 2008 wordt de gemeente de BM al kappen. Maar Bergsma wist dat ervoor kwam. Een BM-dokter had het BM doen inspecteren. Je ziet dat er helemaal behandeld is. Het liep nergens, nee, wie liep een kerel of wat. Maar je werd wel fleurig. Ziet er wel mooi bij. Maar ik weet net dat er van 2008 door de gemeente of van waar de eigenaar is, behandeld is. Ja, en nu kreeg het een beetje een tragisch moment dat er omvalt. En ik noem een famke en ik hoop heel graag dat het goed gaat met famke. Dat famke rekken flink verwoenen. Zij brut haar onderste rijgwervel en is intussen opereren. Wat nog uitzocht worden mat is wat er onsprakelijk is. Want de BM zit op de erfgrens van de gemeente en van de eigenaar van het Noislissende Pongen. Zulke ongelukken mij in elk geval net webbaren. Maar hoe zal de gemeente dat oppakken? We beginnen nu weer een nieuwe inspectie doen en dan maak je wel een nieuw maatregelenplan. En nou, we zijn met het onderhoud begonnen in Veenwaarden, in Den Waard hebben we dingen en ook dit seizoen de Westerreen aan de beurt. Dus had dit nog net gebeurd, dan hier deze BM binnenkwart wel onderhouden. Want wil net zeggen dat dat net gebeurd was.